Zo, nou. Dat was het dan. Lekker rondje lopen in het bos. Heerlijk. Oefeningetje gedaan. Nou, thuis nog een paar oefeningen. En dan weer een lekkere zondag. Straks eventjes moet heen kijken. Kijken wat Max gaat doen. Hartstikke leuk. En toch ongemerkt is het wel iets hoor. Het is een oude molen. Leuke dingen zijn dat. Hoppakee. Zo. En hop. Oortjes kan uit. Ik heb geen muziek meer nodig. Nou. Nou, zullen we misschien heel misschien afvragen. Maar even sleutel pakken. Maar waar Frans is. Frans die had een kleine blessure. Net onder zijn knie. Een beetje. Een beetje die wat geïrriteerd was. Waarschijnlijk volgende week dat hij eventjes mee gaat rijden. Of mee gaat rijden. Dat hij even mee gaat hardlopen. Oh. Hadden we niet vergeten natuurlijk. Zo, nou. Dan ga ik thuis even een paar oefeningetjes. Wat buikspoefeningetjes. Want ja, dat buikje moet ook weer wat strak. Overigens, ik ben het een beetje gaan doen. Ik ben niet echt aan het serieus met een dieet bezig of weet ik het wat. Maar ik vond gewoon voor mezelf dat ik me weer wat fitter moest maken. Nou, dat leidt natuurlijk altijd tot dat je ook wat moet gaan afvallen. Nou, het enige wat ik nou op dit moment eigenlijk doe, een zondagclubje. Het enige wat ik nu eigenlijk hoofdzakelijk doe is een beetje opletten op mijn eten. Ik heb gisteravond een gourmetje gehad. Notabene bij Frans. En ondanks dat natuurlijk een klein beetje gezondigd. Dat moet ook wel een beetje kunnen. Maar wel beperkt. Niet meer hele borden vol draaien met sauzen of met andere zaken. Dan een paar frietjes erbij, maar dan ook de friet zonder frietsaus nemen. En een klein beetje satésaus. Maar met mate dus. Dat is het. Met mate. En dat is voor iedereen is dat eigenlijk gewoon toepasbaar met je normale voeding wat je eet. Gewoon niet te vet. Je moet ook wel wat vet hebben, maar niet te vet. En als je vet eet, doe dat dan met mate. Dat is eigenlijk een heel simpel gegeven. Er hoeven geen zware diëten op eigenlijk. Alleen daarop, wat minder snoepen, een beetje op je hoeveelheid eten letten. Ook een beetje wat je eet. In het verleden heb ik ooit een dieetprogramma gevolgd. Dan moest je iedere week daar zo gezegd voor een controle. Daar kreeg je een boekje bij waar zij eigenlijk voor jou hadden opgeschreven wat bepaalde verplichte groenten waren. Wat groente was, wat je doorlopend mag eten. De hoeveelheid wit vlees, hoeveelheid rood vlees per week, vis. Met je boter gebruiken op je brood. Al dat soort dingen helpen allemaal mee. Wat je tussendoor kan doen met eten, poddeltjes, mocht voor iedere moment van de dag gegeten worden, paprika, zo waren een aantal van die dingetjes. Als jij dus dan een snackmoment had of een snackgevoel had, neem dat dan mee en ga dat dan eten. En als je dan 3-4 hapjes hebt genomen, dan is dat hongergevoel weer weg. En dan heb je uiteindelijk een tevreden gevoel. Dat is dan uiteindelijk lekkerder dan wanneer je dan een Mars of een Snicker of een Bounty of iets dergelijks achter je kiezen propt.
dan heb je daarna toch een beetje een gevoel van verdorie, had ik dat maar niet gedaan. Dus op dat moment is het lekker. En, maar ja, daarna komt dus uiteindelijk toch een klein beetje die frustratie van verdomme, dat had ik niet moeten doen. Ik had die mars niet moeten nemen. Al dat soort dingen meer. Als je daar dan een beetje op let, dan, dan wil dat al, al wel een beetje, helpen. Mijn gevoel. Zo heb ik het in ieder geval nu. Op dit moment ervaar ik dat. Dus ja. En natuurlijk wat meer bewegen. Dat bewegen dat heb ik met mijn werk. Dan beweeg ik eigenlijk genoeg. Maar dit is zo, dat hardlopen. Ik hoop straks dat de sportscholen weer open gaan. Dan ga ik lekker weer naar het sportschooltje. En dan, ja. Het zijn allemaal van die dingen die helpen om weer een beetje een fit gevoel te krijgen. Dus dat. Nou, ik ben weer thuis. Wel een beetje warm in de auto. Maar goed, als het warm in de auto is, is het ook een beetje te doen buiten. Althans, ga ik me even vanuit. Zo, spullies mee naar binnen. Ik zie jullie straks.